Het is tijd voor jouw mini-masterclass. Dagelijks, voor als u het heeft gemist gisteren, legt Johan wat fijne kneepjes uit van het zwemmen. Natuurlijk omdat jij daar vanuit je zwemcarrière van alles van weet, maar het is ook nog gewoon je dagelijkse bestaan. Hè? Klopt, ja. Ik ben de hele dag bezig om mensen beter te leren zwemmen. En dat doe ik met heel veel plezier. En vandaag gaan we aan de slag met borstcrawl. Daar zijn we gisteren al mee begonnen. En nu specifiek wat inzoomen op de ademhaling, want dat is toch best wel een dingetje. Ik denk dat veel mensen thuis die kijken wel eens de borstcrawl hebben geprobeerd. Ik heb jou eens een keer de borstcrawl zien zwemmen, Henry. Zal maar niks over zeggen. Het is niet op beeld, wees niet bang. Maar de meeste vragen die we krijgen van waarom ben ik na één baantje borstcrawl zo buiten adem? Ja, wat ik je gisteren zei inderdaad. Ja, je bent eigenlijk bang, tenminste laat ik voor mezelf spreken, om water binnen te krijgen. En je denkt elke slag aan waar zit ik boven water, precies, waar zit ik onder water. Ja. En hoe hou ik die tank een beetje vol? Ja, precies. Dus ik dacht, daar gaan we eens even op inzoomen. Vertel. Nou, bij de borstcrawl is het noodzaak. Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt de ademhaling qua techniek. Hè? Hoe doe je dat met je hoofd en wanneer adem je nou precies? Maar een van de belangrijkste zaken is natuurlijk ook de longfunctie. We moeten nou eenmaal ademen en dat moeten we op gekozen momenten doen. En bij borstcrawl adem je aan de zijkant. Nou, daar kom ik straks even op terug. De meest gemaakte fout, vooral bij beginnende borstcrawlzwemmers, is dat zwemmers hun adem inhouden. Dat is een hele natuurlijke reactie. Hoofd is in het water, dus we houden onze adem in. Dat betekent dat we, als we eenmaal naar de zijkant draaien om in te ademen, dat er nog eerst uitgeademd moet worden. Daar word je heel benauwd van. Adem inhouden, dan heel snel uit en inademen, weer inhouden. Nou, die longen die raken gestrest, hartslag gaat omhoog aan het einde van de baan. En ik kan me herinneren, op 15 meter was het bij jou altijd het geval, Henry. Dan is het gewoon klaar. Heel ver hoor, 15 meter. Dus wat moet je altijd doen als je borstcrawl zwemt, vooral als je rustig zwemt, is onder water in ieder geval de helft van je lucht kwijt zien te raken. Op een hele geleidelijke manier. Nou, daar is een trucje voor. Als je daar moeite mee hebt, maken ze geluid onder water. Dat kan door je neus, gewoon neurien, een toon aanslaan. Of een beetje zingen, zoals wij dat noemen. Onder water in ieder geval geluid maken, zodat je zeker weet dat er lucht uitkomt. Dat is een tip. Kijken we, en als je dat eenmaal onder controle hebt, dan blijf je ook veel rustiger in het water. Kun je ook beter ontspannen, gaat alles beter. Een van de eerste zaken die je moet leren. Ademhalen. Dat is dus een gedeelte van het uitademen. Het gedeelte, ja. Hier zie je het ook. Ja? Hier hou je nog een beetje in. En dan tegen het einde, hè, dan komt er toch licht uit. En dan ga je hier beter zien. Zie je dat? Ja. Deze zwemmer ademt uit door de neus. Het maakt niet uit of je door je neus of door je mond, wat je zelf prettig vindt. Het is in ieder geval belangrijk dat je een deel van je lucht kwijtraakt, zodat het daarna makkelijker inademen is. Nou, het tweede gedeelte, en daar hebben we een mooi filmpje, even een close-upje van de techniek, van de ademhalingstechniek. Dat zie je hier ook mooi in een close-up. Wat we willen is dat de ademhaling zo min mogelijk je slag onderbreekt, je slagritme. Daarom wordt er op de 50 meter ook nagenoeg niet geademd of hooguit één keer. Want het onderbreekt te veel je slagritme en je frequentie. Maar op 100 meter moeten we natuurlijk vaak ademen. En wat we willen is zoveel mogelijk, en hier zie je dat goed, in een vlakke positie ademen. Dat betekent dat je je hoofd zoveel mogelijk in het water laat liggen. Hoofd is een zwaar ding, 5, 6 kilo. Op het moment dat we die uit het water gaan tillen, ja, dan duwt dat je hele lichaam naar beneden, vooral de achterkant, je onderlichaam. Dus dat willen we laten drijven en we willen dus zijwaarts inademen. En dan denk je, maar hoe kan dat dan? Nou, dat kan door dat je, als je in het water blijft liggen, dat er hier een boeggolf ontstaat. Dat zie je hier ook. Die gaat over je hoofd en die maakt daarna een dipje. Dat noemen wij een air pocket, een soort luchtzakje. En daar kun je ook zien, als je een beetje je mond kantelt, kun je in die luchtzak kun je heel makkelijk inademen. Ja, maar dit klinkt nu heel makkelijk. Nou, eigenlijk klinkt het al niet eens makkelijk. Maar dit lijkt me vrij moeilijk en heel precies komen. Het is heel precies en daarom kun je ook niet in één keer leren. Daar hebben we heel veel oefeningen voor om dat te doen. En daar moet je ook een beetje in groeien. Hè. Je moet het vertrouwen hebben dat je hoofd in het water houdt en dat er toch dat zakje ontstaat waarin je kan ademen. Maar dit is een hele mooie gestroomlijnde positie om te ademen. En waar iemand als Michael Phelps bijvoorbeeld altijd mee bezig was, was de split view. Eén bril is boven water, één bril is onder water. Dan weet je dat je precies goed horizontaal en vlak ligt. Dus ergens bij je neus kom je boven water. Met zo min mogelijk weerstand. Ja. Want dat is nog altijd weer een aspect waar we altijd mee bezig zijn. Ja. Ik kan me er eigenlijk helemaal niet bij voorstellen dat je op 50 meter, als je zo'n enorme energiekrachtsexplosie geeft, helemaal niet ademt.
Nee, nou ja, het duurt ongeveer 21, 22 seconden. Ja, maar dus dat is prima. Okay, maar 21 seconden je adem inhouden is prima. Maar ondertussen ook nog die prestatie leveren. Ja, nou, het verschil met de sprint, met de 50 meter, is dat je een enorme krachtexplosie moet hebben, wat je al zei. En daarbij kunnen we niet uitademen onder water. Op het moment dat je je adem loslaat tijdens de 50 meter, dan ga je ook ontspannen. En dat wil je niet. Je wil continu alles romspieren, alle spieren wil je aan hebben staan. Dat noemen we ook wel bracen, hè, dat je duwt om extra kracht te genereren. Dus voor de 50 meter is de best mogelijke optie om niet te ademen? Niet te ademen. Hoe zit dat dan bij hoe langer de afstand wordt? Hoeveel nou, je bij een 100 meter? Bij een 100 meter heb je gewoon veel zuurstof nodig. Hè, want eigenlijk als een 50 meter zwemmer 55 meter zou zwemmen, dan daarna verzuren ze volledig. Dus je moet bij de 100 meter veel ademen. Dan zie je vaak een slagritme van 1 op 4. Dat betekent elke vierde slag adem je. Sommige mensen doen ook gewoon 1 op 2. Dat betekent elke keer aan dezelfde kant. Sarah Sjöström, wat we al zeiden, die vergat de eerste 25 meter. Ja. Ja, en dan bekoop je het direct op het eind. Want dan begin je al met een zuurstofgebrek eigenlijk. En dat kan niet. De 100 meter heb je gewoon zuurstof voor nodig. Dus dan zul je frequent moeten ademen. Ja, en die frequentie die moet hetzelfde zijn? Of kan je ook een 100 meter zwemmen door inderdaad eerst even nog wel je adem in te houden en dan naarmate de finish dichterbij komt steeds vaker te ademen? Laatste 10 meter niet meer ademen. Hè, want dan onderbreek je het heel erg. En dat is mentaal heel erg lastig natuurlijk. Want dan ben je heel erg moe, je bent verzuurd. En dan moet je ook nog eens je hoofd in het water houden en finishen. Maar daar trainen we ook natuurlijk op. Ja. Hetzelfde als de eerste slagen na het keerpunt, ook niet ademen. Want dat wekt te veel weerstand op. Ja.